hebben jullie vanochtend getraind? Ja. Kwam er nog wat uit? Of wat bedoel je met kwam er nog wat uit? Nou, wat interessant voor ons is om te weten. Nee, we hebben wel lekker getraind, moet ik zeggen. Maar iedereen ook? Op Joris na. Want iedereen staat erg positief over, hè? Over hoe dat gaat met Matthijssen. Dat hij toch wel op tijd fit zal zijn voor Denemarken. Oh ja, dat heb ik ook gezegd. Dat hoop ik. En ja, hij gaat goed vooruit. Dus hij stond vanochtend ook op het veld. Hij heeft al wat met de bal gedaan. Dus dat gaat de goede kant op. Heb jij ook een soort limiet dat hij op dat moment weer met de groep mee moet trainen, dat hij dan kan spelen? Nee, ik ga ervan uit dat hij de eerste wedstrijd, dus Denemarken, nog gaat halen. En op het moment dat blijkt dat dat niet zo is, dan ga ik daarover nadenken. Maar hij moet daarvoor eerst nog wel met een groep meegetraind hebben? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, Denemarken halen betekent dat hij een aantal trainingen heeft moet volgen. Ja, hoeveel? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Misschien dat hij 2-3 dagen van tevoren met de groep mee moet trainen. Dus woensdag moeten we... Ja, opletten. Woensdag, donderdag, zoiets, ja. John Heitinga zei net dat je de vorm van het elftal eigenlijk het best ziet op de training. Veel meer dan in de oefenwedstrijden. Vind jij dat ook? Ja, zo heb ik er niet naar gekeken. Maar wij zijn erg tevreden over hoe er getraind wordt. En ook het niveau van de training. En je merkt wel dat hoe langer we bij elkaar zijn. Maar dat had ik ook wel verwacht. Dat het eigenlijk steeds beter gaat. Op trainingen? Ja, die jongens die zijn... Die komen uit zo verschillende competities. Daar worden op zoveel verschillende manieren getraind. En ook de systemen waarin ze moeten spelen, de posities waarin ze spelen. En ja, goed, dat heeft altijd even tijd nodig voordat dat weer op onze manier kan. In de wedstrijden? Ja, we trainen vaker als op de wedstrijden spelen. Dus in trainingen zie je dat vaker terug als in wedstrijden. Ja, want dat bedoel ik een beetje. Ja, dat snapte ik wel. En wat is dan het korte antwoord daarop? Nou, dat wij, als je de laatste 3 wedstrijden kijkt, dat het niet geweldig was, maar dat het wel langzaam vooruit gaat. En ik ga ervan uit dat dat morgen ook weer zo is. Heeft dat ook met die tegenstander van morgen te maken? Want dat lijkt me toch wel een ander soort spelende tegenstander dan Bulgarije en Slowakije. Nou, ik ben blij dat het een ander type tegenstander is. En, misschien kunnen we daar nog wat makkelijker tegen voetballen. Maar je moet je ook geen zand in over laten strooien, want ik denk dat tegen Denemarken, laat ik zeggen, de ruimtes weer heel erg klein worden. Die hebben goed gekeken naar Slowakije en Bulgarije. Ja, maar wij kijken ook goed naar hun. En wat is dan de conclusie? Dat ik denk dat het een vergelijkbare wedstrijd wordt als 2 jaar geleden. Moeizaam. Nou, dat hoop je niet. Ik bedoel, de wedstrijd tegen Slowakije, dacht ik dat ik dat ook in de persconferentie gezegd had. We komen op 1-0, we kunnen vrij snel op 2-0 komen. Ja, dan is de wedstrijd sneller open. En als dat niet zo is... Ja, dan moet je heel veel geduld hebben om zo'n wedstrijd toch te winnen. Want het niveau op een EK is dusdanig hoog. Dat als je dan geforceerd gaat voetballen met heel veel ruimte in je rug, ja, dan word je uitgecounterd. En dat willen we wel voorkomen. Je hebt afgelopen week gesprekken gevoerd met de afvallers. Individuele gesprekken en uitgelegd waarom dat afvalgebeuren was. Heb jij ook al individuele gesprekken gevoerd met spelers die erbij zijn gebleven? Nou, weet je, ik doe dat nooit echt structureel, maar ik spreek zoveel met spelers op zo'n trainingskamp. En ook dat heb ik vaak genoeg verteld. Dan een keer onderweg naar het trainingsveld, op het trainingsveld, een keertje bij mij op de kamer, overal. Is dat ook al gebeurd op de kamer? Dat is ook al gebeurd, ja. Waren het gesprekken met bijvoorbeeld Huntelaar van Persie? Nee, eentje van de 2. Ja, Huntelaar natuurlijk. Ja. En toen heb je hem verteld van, je bent heel belangrijk voor ons. Maar Van Persie begint en dan weer de wedstrijd afmaken. Wat ik met die spelers bespreek, dat gaat jou niks aan, dat weet jij ook wel. Maar ik zie toch wel langzaam een trainer in jou. Want ik weet dat je veel verstand van schaats hebt, maar het voetbalverstand komt er ook aan. Ja, hier kan ik niet overheen. Nee, hè? Dankjewel. Oké. Okay. Ja, gaat u door als u wilt. Christian, op de eerste rij, alsjeblieft, collega. Dank je. Bert, we hebben de oefenwedstrijden in de spitspositie een andere invulling gezien. Even los van de namen. Wat zijn de belangrijkste dingen die jij van de spits verwacht, met name balbezit van Oranje? Nou, het belangrijkste is dat het past in het geheel. Dus dat de combinatie spelers die je bij elkaar zoekt, dat past. En maar dan heb je ook nog te maken met vorm. Dus dat is niet, dat speelt niet altijd. Maar
Laat ik zo zeggen, ik, zoals iedereen weet, ik hou wel van dreiging vanaf de flanken. En een elftal heeft wapens nodig. En snelheid is een wapen, creativiteit is een wapen. En scorend vermogen is ook een wapen. En het liefst heb je alles in één elftal. En dan maak je keuzes op basis van momenten, tegenstanders en vorm. Nou, maar ik snap wel waar je kant jij op wil, maar je gaat toch weer terug naar de al oude discussie. En ik denk dat dat geen zin heeft. Ik vroeg me oprecht af, Bert, echt waar. Nee, maar ik, dat weet ik ook wel. Echt waar? Ja, dat weet ik ook wel. Los van de namen. Nee, maar jij wil dat ik een bepaalde type spits ga omschrijven. Welke kwaliteiten ik daarbij zoek. En dan vul jij de rest in. En ik heb daar vaak genoeg wat over gezegd. En ik moet eerlijk zeggen, en ik vind jou heel aardig, maar ik heb weinig zin om dat elke keer weer te gaan uitleggen. Heb je hou het erbij. Goed. Ja? Waarom zet jij met Huntelaar op de kamer? Waarom zet jij met Huntelaar op de kamer? Als iemand op je kamer uitnodigt, dan is het vaak op uitnodiging. Ja, er zijn andere spelers ook op mijn kamer geweest, hoor. Ja, maar omdat we het over Van Persie Huntelaar hebben. Ja, nee, maar dat doen jullie. Maar ik bedoel, ik spreek ook met andere spelers op mijn kamer. Ja, maar in dit geval. Ja, maar nou snap ik het echt niet. Ja, maar waarom, ik heb toch het recht om met spelers te spreken. En of ik dat waar ik dat doe, dat maakt dan niet uit. Het heeft toch een achtergrond dat je Huntelaar... We gaan hier toch geen discussie voeren over of ik een speler uitnodig op mijn kamer. Of dat ik hem in de gang tegenkom om met hem te gaan praten. Valentijn. Die maak jij ervan, die discussie? Nee. Nee, jij begint het erover. Nee, maar jij vraagt Huntelaar. Nou, waar gaat het over? Ik heb er meer gevraagd. Ja, en wat ik met die spelers bespreek, gaat je niks aan. Nee, maar dat is toch logisch? Ja, maar je kan toch moet iets over zeggen dan over kan wat ik net, je daar zegt? Nee, maar dan kan ik dan net zo goed. Dan kan ik net zo goed met die speler hier gaan zitten. Nou, ja, en dan het gesprek hier voeren, jullie er allemaal mee kunnen luisteren. Nou, dus, dat is, zo hoeft het ook niet, maar... Doe je. Ja, ik zou er dolgraag bij zijn, echt waar. Maar je kan er wel iets over vertellen. Misschien moeten wij eens een keer in een kamertje gaan zitten met z'n tweeën. Daar zou ik dolgraag bij willen zijn. Dan. Geef nou iets weer van waarom je dan daar met Huntelaar zit. Ik heb met Klaas gesproken. Ik heb met Klaas gesproken over zijn positie. Dat is duidelijk. In het elftal of zijn positie in de groep? Beide. En? Ik zeg en meen het echt. Ik denk als we samen een keer in een kamertje gezeten hebben, dan stel jij die vragen niet eens meer. Ja, maar ik zit hier ook niet alleen voor mezelf. Kan je ze niet eens bestellen? Nee. Ik zit niet alleen voor mezelf, maar ik heb ook nog lezers. Iedereen heeft over Huntelaar en Van Persie. Dus ja. Hij is natuurlijk wel boodschappen van zijn kant en die wil alles over dat thema weten. Nou, gaat me toch niet vertellen, Willem, dat je... Maar dat snap ik ook wel. Alleen jullie snappen ook heel goed dat ik hier niet vertrouwelijke informatie ga geven wat ik met spelers bespreek. Nou, dan een andere dat zou jullie ook niet doen. Dan zou je een slechte trainer zijn, vind ik. Andere vraag hierover. Als ik in de tijd dat ik voetballer was, mijn trainer dat zou doen, dat zou ik heel vervelend vinden. Nog één vraag hierover dan, over deze kwestie. Huntelaar speelt. Zijn er al kamervragen over? Het is een interessant thema, Bert. Ja, het is nou helemaal zo. Voor jullie? Nee, ook voor de mensen in het land die het Nederlands elftal volgen. Die vinden het interessant. Je vraag, Willem. De vraag is, de een speelt tegen Bulgarije met twee buitenspelers zonder diepgang. En krijgt daardoor eigenlijk nauwelijks kansen. De ander speelt met de twee beoogde buitenspelers. Ik schat jou normaal hoog in. Ja, maar, dit is gewoon maar dan heb je toch niet goed opgelet. Want waarom heb ik niet goed opgelet dan? Omdat je ook moet kijken naar de beschikbaarheid van de Nee, dat staat helemaal los van beschikbaarheid. Maar er zijn mensen die zeggen dan, ja, maar goed. Maar dat vind ik heel erg, dat mensen zo denken. Ja, maar... En ik zeg hier één keer oprecht dat ik zoiets nooit aan gedacht heb. Nee, maar ik zeg dus vaak. Dus jullie zoeken het wel heel ver. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer, hoor. Maar probeer je vraag te formuleren, Willem. Nou, de vraag is dat mensen zeggen, ja, maar is dat dan... zo wordt het wel een beetje gezien door veel mensen. Want ze krijgen allebei een kans. Het is helemaal niet zo. Je weet zelf al wat je doet. Maar zo denken wel veel mensen in den landen. Ze krijgen allebei een kans. De een krijgt een kans met, dan zeg ik het even onvriendelijk, met gemankeerde buitenspelers. En de andere krijgt een kans met de echte buitenspelers. Dus is dan die ene kans wel even eerlijk als de andere kans? Dat is de vraag. En dat is een goede vraag.
Maar misschien kan de Telegraaf nu zeggen dat het een goede vraag is. Dan hebben we, ja. Nee, maar goed, dan, hoe kom je nou bij die eerste keer? Zeg ik, we waren nog niet eens compleet. Ja, maar dat is. Ik ga het niet nog een keer zeggen, want dan ga ik me echt opwinden, omdat ik dat eigenlijk een hele erge vraag vind. Ja, maar ja, ik stel de vraag niet alleen. Omdat als... dat vind ik echt zo achterdochtig en. Nee, zo zit ik echt niet in elkaar. Oké. Nou goed. En deze mensen hebben al, ik geloof, 12 of 13 keer samengespeeld. Dat vergeet je ook even, gemakshalve. Zijn er nog meer vragen? Ilse? Training gaat lekker, begrijp ik. De wedstrijden gaan steeds beter. Maar sommige spelers zeggen het moet ook nog veel beter gaan. Hoe ziet u dat? Dat klopt precies wat u zegt. En op welke manier zal dat? Alleen het is, wij moeten ervoor zorgen dat we volgende week er klaar voor zijn. Daar is een voorbereiding ook voor. En je streeft altijd naar het beste en naar perfectie. En dat lukt niet altijd. Je hebt te maken met mensen, je hebt te maken met omstandigheden. Maar we zijn wel op de goede weg. Is het tijd genoeg nog? Nou, of ik tijd genoeg heb, daar denk ik niet over na. Want dat kan ik zelf niet bepalen. Op voorhand wist ik wel dat we weinig tijd zouden hebben. Maar daarin ligt tevens een grote uitdaging. De deelname van Italië staat mogelijk op de tocht door dat omkoopschandaal. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, daar heb ik nog niet in verdiept. Helemaal concentreer, nee, alleen maar op mijn eigen team en op de eerste wedstrijd. Zijn er nog meer vragen? Dat Matthijs de Denemarken gaat halen, maar dan als basisspeler? Of zeg je van met de historie die hij nu van de laatste 6 weken heeft? Nou, ik zou je vertellen, ik vond dat Joris die tijd dat hij gespeeld heeft een hele goede indruk maakte. Dus als hij dat niveau gelijk weer oppikt, dan is hij wel een belangrijke speler. Maar in die tussentijd kan je natuurlijk ook zien hoe andere spelers zich manifesteren op die positie. Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, om Denemarken is natuurlijk niet de enige wedstrijd daar. Nee, nee. Ja, maar goed, dat bekijk ik echt op dat moment. Ja, Maarten. Juist omdat je eigenlijk redelijk uitgaat van een groep, van een vaste groep. En eigenlijk ook de groep die hetzelfde is, grotendeels als 2 jaar terug. Je zei net één ding over het gesprek wat je met Huntelaar had. Van, je spreekt ook met iemand over zijn positie in de groep. Is het nou, omdat die groep zo bijna hetzelfde is als 2 jaar terug, verwacht je andere dingen van mensen als ze wel of niet spelen? In hoe ze in de groep nou, spelen? Maar zo heb ik dat niet helemaal bedoeld. Een positie in zijn algemeenheid, maar dan praat je natuurlijk wel wat specifieker over wat er in het veld gebeurt. Ik denk wel dat we... kijk, aan de ene kant is het natuurlijk... wanneer zit een speler aan zijn top, hè? Kan je zeggen 2, 3, 24 jaar, 2006, 2008, kan ik zeggen 2010, sommigen zeggen 8, 29 jaar. Dus ik denk dat dit team het nog wel één keer kan, daar ben ik van overtuigd. En ben je echt afhankelijk van ook de fitheid en de vorm. Misschien nu nog wel meer als 2 jaar geleden. Ik denk alleen wel dat we, als alles fit is, in de breedte sterker zijn. Dat denk ik wel. Kun je iets specificeren? Nee, dan laat ik aan jullie fantasie over. En die hebben jullie volop. Nee, maar het moet zich toch... Hè, want dat is natuurlijk een discussie in het land ook. Van, ja, jij bent een trainer die uitgaat van... Als je veel vastigheden inslijpt... Dan moet dat op een gegeven moment zich terugbetalen dat je... Hè, ik denk dat dat de enige manier is. Ja. Ja. Als ik voortdurend wissel, dan krijg je nooit geen vastigheid in. Weten de spelers ook niet meer waar ze aan toe zijn. Het is wel belangrijk dat de afspraken die je maakt over bepaalde posities, dat spelers dat weten, dat ze dat kunnen uitvoeren. En ieder op zijn manier. En dat maakt vaak net het verschil. Dat heb ik ook wel eens gezegd aan de buitenkant. Hè, wat voor types je speelt. Edwin? Als de voortekenen niet bedriegen, dan is Ibrahim Afellay een welkome aanvulling op de selectie. Zo niet gaat hij mogelijk best een belangrijke rol spelen de komende week. Hoe is het met zijn fitheid? En maak je je op een bepaalde manier nog zorgen of iemand die zo weinig speelminuten heeft gehad, dat je daar nog voorzichtig mee moet zijn de komende week? Ja, daar maak ik me wel eens zorgen. Ik bedoel, daar was ik wel benieuwd naar en daar weet ik nog niet alles van. En
Hij heeft natuurlijk, hij is al lang fit, maar niet echt wedstrijdfit, want hij heeft gewoon heel weinig gespeeld. Nou, hoe kan je dat nou het beste doen? Als ik hem nu een half uur had laten spelen en morgen misschien een uur, is hij dan klaar om de eerste wedstrijd te beginnen? Of moet je hem daar dan nog weer ietsje langer laten spelen, weet je? Ik hoop dat ik alle spelers zover heb dat ze klaar zijn om een wedstrijd te spelen tegen Denemarken. En daar neem je soms misschien wel een beetje risico. Ik heb goede hoop dat hij dat gaat redden. Want hij heeft nu, jongen, heeft hij gespeeld 75 minuten. Ja. En hij zat er flink doorheen. Maar hij was toch wel redelijk snel weer hersteld. Dat geeft me wel een goed gevoel. En we hebben vandaag eigenlijk voor de laatste dag voor een wedstrijd, weliswaar anderhalve dag, redelijk, niet te lang, maar redelijk intensief getraind. En dat ging hem ook goed af. Oké, okay, dankjewel. Nog een laatste, Willem? Je zei net dat dit team het nog wel één keer kan, volgens jou. Maar je zou op een paar die nu zeg maar ver boven de 30 zijn, zou je ook kunnen zeggen dat het nog wel twee keer kunnen. Want de meeste zijn 28 en 27, zeg maar. Maar ja, de een is met 28 al op de weg terug en de andere is met 34 nog op zijn best. Je hebt met mensen te maken, dus dat is heel moeilijk in te schatten. Ja. Dankjewel. Dank u zeer. Nog even een gesprek met hun. Sorry. Na de wedstrijd. Ik heb eigenlijk geen zin om. Ik zal je een briefje, het tijdstip precies geven. Ja. Dat is een hele normale vraag. Na de wedstrijd, ja. Goed zo. Ja, dank u wel.